Hi, het is Tim. Deze video gaat over wat het grootste gevaar is als je hopeloos verliefd bent. Want op zichzelf, het is hartstikke leuk als je verliefd bent. En verliefdheid is een goed ding en je voelt je vaak goed als je verliefd bent. Zeker als jij verliefd bent en die andere persoon is ook nog verliefd op jou. Dat is echt de ideale combinatie. En dan kan je jezelf helemaal geweldig voelen en je kan jezelf super voelen. Je voelt jezelf verzekerd en mooi en eigenlijk alles gaat goed. Dus over het algemeen een hele leuke tijd. Er is alleen één groot gevaar. En dat grote gevaar is dit. Als je verliefd bent, dan spoor je niet helemaal. Schrijf dit op voor jezelf. Als je verliefd bent, dan spoor je niet helemaal. Nou, wat bedoel ik daarmee? Wat ik ermee bedoel, is dat je niet helemaal meer te vertrouwen bent. Dat wat heel vaak mensen zeggen is van, oké, nou als je verliefd bent, moet je gewoon doen wat goed voelt. Volg je gevoel, dan komt het altijd goed. En dat is het slechtste advies wat je kan geven aan iemand die verliefd is. Dat is het meest erge wat je kan doen. Het is namelijk zo dat je gevoelens volledig irrationeel zijn. Ten eerste zie je de persoon op wie je verliefd bent, zie je door een roze bril en je ziet totaal niet alle grote gevaren die bij die persoon horen. Je ziet totaal niet de rode vlaggen als hij je misschien bedriegt of als hij misschien helemaal niet zo goed bij je past. Je ziet totaal niet meer wat logisch is om te doen. Weet je wat een typisch voorbeeld is? Dat ding waarbij mensen zeggen, ja, nadat we elkaar 2 maanden hadden ontmoet, zijn we maar gaan samenwonen, want het voelde gewoon goed. Dat is geen goed plan. Ik zeg niet dat het nooit goed gaat. Ik ken een aantal situaties waarbij mensen inderdaad echt na een maand bij elkaar introkken en die daarna een geweldige relatie hadden. Maar dat is eerder de uitzondering dan de regel. In de meeste gevallen, als je na een maand bij elkaar in één huis gaat wonen, loopt het totaal fout, omdat je eigenlijk samen gaat wonen met iemand die je nog nauwelijks kent. En dit is een van de vele voorbeelden van dingen die je doet als je hopeloos verliefd bent. Je bent niet meer te vertrouwen en je kan niet meer op je eigen gevoel vertrouwen. Je gaat hele gekke dingen doen, ook bijvoorbeeld als je hopeloos verliefd bent op iemand en die persoon is niet verliefd op jou. En dan ga je diegene 30 keer per dag berichtjes sturen. Denk je dat het een goed plan is om onaangekondigd bij hem voor de deur te staan? En in werkelijkheid schrik je daardoor een man die jou eerst wel leuk vond, juist af. En verpest je kansen. Hoe dan ook, je denkt niet meer logisch na als je hopeloos verliefd bent. En dat is een heel gevaarlijk ding. Er is genoeg wat je eraan kan doen hoor trouwens. Je kan altijd gewoon even denken van oké, hey, ik vraag andere mensen om feedback. Vertrouw dan meer op het oordeel van anderen misschien dan op je eigen oordeel over bepaalde situaties. Besef jezelf simpelweg dat je je eigen brein in een verliefde toestand, en datzelfde geldt voor mijn brein, als ik verliefd ben dan spoor ik ook niet helemaal en dan doe ik ook gekke dingen die ik normaal gesproken nooit zou doen. En weet je, dat geldt voor iedereen. Van besef dat je brein even niet meer te vertrouwen is op het moment dat je hopeloos verliefd bent. Ik weet dat het heel erg onromantisch klinkt. Ik weet ook dat sommige mensen zeggen, nee, je moet wel gewoon je gevoel volgen en dan komt het allemaal wel goed. Maar je gevoel is het minst betrouwbare ding op het moment dat je hopeloos verliefd bent. Dus let hier goed op. Let hier goed op dat je brein trucjes met je uit gaat halen. Je brein gaat allerlei gekke dingen met je doen op het moment dat je hopeloos verliefd bent, waardoor je dingen zult doen waarvan je achteraf denkt, oh mijn god, hoe had ik zo stom kunnen zijn? Of oh mijn god, hoe had ik dit nooit kunnen zien? Oh mijn god, waarom heb ik dit in godsnaam gedaan? Je gaat dat soort dingen doen als je hopeloos verliefd bent. En dat geeft niks, iedereen doet het, maar het is wel goed om jezelf er bewust van te zijn en ervoor te zorgen dat uiteindelijk niet je de man waarmee je zo graag een relatie wil, zich volledig kapot schrikt en wegrent. Nou, er zijn een aantal gevaren waar je op wil letten. Ik heb een artikel voor je gemaakt met de 10 grootste gevaren van als je hopeloos verliefd bent en waar je vooruit wil kijken. Dus zit je op dit moment in zo'n situatie, lees het artikel alsjeblieft. Pas het toe, dan is de kans dat het uiteindelijk goed komt en dat het allemaal een happy ending heeft veel groter dan wanneer je maar gewoon je gevoel volgt. Als je dat artikel wil lezen, klik dan even op de link hier onder de video en de omschrijving. Dan leg ik je precies uit wat die gevaren zijn en wat je kan doen om die te voorkomen. Dus klik op de link in de omschrijving onder de video en dan zie ik je de volgende keer. Doei.